Ik beperk mij tot een aantal feiten die op dit moment bekend zijn met betrekking tot de brand en het brandverloop. U begrijpt, het onderzoek is niet voor niets aangekondigd, zodat wij een beter beeld moeten krijgen van de situatie die zich gisteren zo tussen 2 en 3 heeft afgespeeld in De Punt. Ik kan u melden dat de eerste melding is binnengekomen in de alarmcentrale op, in Groningen. Zoals u weet is de afstand naar de regio Groningen vanuit De Punt bijzonder klein. Deze melding is direct doorgezet naar de alarmcentrale in Assen. En om 2:10 is de post Eelde gealarmeerd om uit te rukken naar De Punt. Om 14:17, dus 7 minuten later, was deze eerste ploeg ter plaatse. En op basis van wat zij toen hebben waargenomen, een rookontwikkeling in de omgeving, die zij natuurlijk ook redelijk goed kennen, hebben zij onmiddellijk het bericht middelbrand gegeven. Dat wil dus zeggen dat daar aansluitend een extra voertuig bij komt. De bevelvoerder heeft op dat moment, zoals op dit moment bekend is, volgens standaardprocedures een opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren aan zijn ploeg. Een ploeg van 4 man. En deze verkenning is, zoals ons op dit moment bekend is, zoals ik al zei, volgens de standaardprocedures uitgevoerd. Alleen 4 minuten later is al het bericht gekomen dat hij mensen vermiste. Dus dat betekent dat tussen het moment van aankomen en het moment van de melding van vermissing slechts 4 minuten zaten. Je kunt zich voorstellen dat dit natuurlijk een razendsnel verloop is geweest van gebeurtenissen, waarbij brandweermensen over het algemeen vrij snel hun inzet kunnen doen. Maar tijdens de eerste verkenning is er vermoedelijk een enorme uitbreiding van de brand ontstaan, waardoor deze mensen vermist zijn geraakt. De officier van dienst is om 14:23 heeft hij, ook al aanrijdend, direct opgeschaald tot zeer grote brand, omdat hij de mededeling kreeg dat er mensen vermist waren. 2 minuten later is er opgeschaald naar grip 1, wat wil dus zeggen dat er coördinatie ter plaatse noodzakelijk is en dus ook de commandovoering ter plaatse opgeschaald is. En dat is dus nog geen kwartier later dan de eerste melding op dat moment. Al om 14:28 zijn de eerste meldingen gedaan dat er meetploegen ingezet zouden moeten gaan worden in verband met de rookontwikkeling. Om 14:30 is het commando of is de opdracht gegeven om op te schalen naar grip 2. Wat zoveel wil zeggen dat vanuit het regionaal operationeel team in Assen leiding gegeven gaat worden. En om 3:15, enige tijd later, toen absoluut duidelijk was dat er mensen vermist waren en dat het ook om collega's ging die vermoedelijk waren overleden, is het zijn grip 3 gegeven, waardoor ook het beleidsteam in beeld kwam. Om 7:18 in de avond is het naderbericht brandmeester gegeven. Wat zoveel wil zeggen is dat de brand op dat moment onder controle is. En zo rond 9:00 gisteravond waren de meeste brandharen onder controle. En was er sprake van het nagenoeg feit dat de brand uit was. Alleen toen werd het donker en kon de technische recherche dus helaas niet meer starten met het onderzoek.